Maandagmorgen was het opeens glad op de weg. En vlak over de grens bij Azeroy ging het helemaal mis. En een Nederlandse auto boetste op de vluchtstrook tegen een Duitse politiewagen. Twee agenten zijn daardoor ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde maandag in alle vreugde op de autoweg tussen Remuin en München-Gladbach. Vlak over de grens bij Elmp was het opeens glad. En al snel werd het een chaos. Op maar liefst 4 plekken op het tracé ontstingen aanrijdingen. In de meeste gevallen bleef de schade beperkt tot blikschade. Maar 2 Duitse agenten bleken op het verkeerde moment op de verkeerde plek te staan. De bestuurder van een Nederlandse auto raakte de controle over zijn wagen kwijt en knalde op de politiewagen. De 2 agenten zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De A52 is in de richting van München-Gladbach 2 uur lang afgesloten geweest voor verkeer. Al bij de oprit in Azeroy werd het verkeer tegengehaaien. Na de ongevallen zijn de struiwagens ingezet om zo de gladheid op de weg te verminderen. Door de afsluiting van de Duitse autobaan kwam er een lange file te staan op de N280 in de richting van Duitsland.